Hoppa! Het is zaterdag 21 mei. Welkom allemaal bij ons allereerste live evenement van de Slimmer Presteren podcast. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij hebben het natuurlijk over sport, wetenschap en innovatie. Ja, en Jurgen wilde maar één ding vandaag. Hij zegt, ja, als we hier dan toch een groep proefpersonen hebben, dan wil ik ook proefjes doen. Dus jullie hebben allemaal een polsbandje gehad van verschillende kleuren. Dat is enerzijds handig, want dan weten ze bij de bar dat je de rest van de dag hier op rekening mag drinken. Dus laat hem zien en je kan bestellen. Maar ja, die kleuren betekenen ook wat. Wie voelt er al wat? Jij voelt al wat, Marlies? Ja? Ja? Oké, nou, verder wat voel je? Cool. Zullen we een afleveringetje gaan maken? Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikel. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. Er zit een break in, stop. In deze aflevering praat ik met Jurgen en Guido Vroemen en ons live publiek. Laat je horen. Hey! Over slimmer presteren met het placebo-effect. Nepcafeïne, zoutoplossingen en rode schoenen. Sommige atleten gaan er harder op, terwijl het prestatiebevorderende bewijs ver te zoeken is. In hoeverre speelt geloof en verwachting een rol bij jouw sportprestatie? En? Nou, net niet gehaald. Maar daar komt ie. En kan het placebo-effect juist ook negatief uitwerken? Daar gaan we het over hebben. Had ik natuurlijk niet geoefend, hè? Dat applaus ben je niet gewend. Welkom, goedemorgen heren. Hey, goedemorgen. Goedemorgen aan ons live publiek. Allemaal. Yeah, ja, volle zaal voor de mensen die dit nu luisteren. En dat zijn er vast heel wat. We zitten in de Binder in Leersum op zaterdag 21 mei. Met een mooie volle theaterzaal. De gezelligste kroegtheaterzaal van Nederland, denk ik. En voor de van Leersum, denk ik. Nee, die komen niet allemaal uit Leersum, uit het hele land. En voor de vaste luisteraars die weten dat de intro eigenlijk nu pas halverwege is. Hè? Want er zit altijd nog een standaardstuk achter. En ik merkte vorige week bijzondere anekdote. Ik was aan het rennen in de Amerongen koploop. En ik kwam achter op een groepje lopers. En ik zei daar twee zinnen. Ik zei iets van, nou, ga maar voor. Het werd smal. Ik zeg, ik sluit wel even bij jullie aan. Toen zei die jongen voor me, ja, nou, ik loop niet zo lekker vandaag. Toen zei ik, nou, we moeten toch ook gewoon dankbaar zijn dat we weer mogen lopen, dat er weer events zijn. En na die twee zinnen zegt die jongen voor hem, hey, jij hebt een podcast, of niet? Ik zo, ja, dat klopt. Ja, hoe heet die ook alweer, zegt de eerste. Ik zei, ja, Slimmer Presteren podcast. En toen ging hij de drieslag maken die wij nu met elkaar gaan maken. Nou, wat mij dus leuk lijkt. We hebben allemaal, mag ik PowerPoint op scherm? We hebben allemaal een beetje zuidelijke roots met z'n allen. Hè? Dus wat deden we daar vroeger op school, Guido? Wat deed je aan het begin van de dag? Even samen bidden. Hè? Samen bidden. Nou, ik wil er geen secte van maken hier, ja. Maar het lijkt me wel heel leuk als jullie mij even helpen om nog die drieslag aan het begin van de aflevering met z'n allen te doen. Dus daar gaan we. 3, 2, 1. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. En 2. Weet dat je Jurgen en mij, en misschien ook wel Guido, ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, applaus voor jezelf! Nou, dit was een droom. Ik weet niet helemaal of we dit erin houden. Maar het was wel leuk. Dank voor jullie hulp. Hey, goedemorgen mannen. Goedemorgen. Laten we ook denken aan onze luisteraars. Die klikken op de titel Slimmer Presteren door het Placebo Effect. We hebben een mooie aflevering voor de boeg. We hebben een aantal vragen gaan beantwoorden. Wat is het placebo effect? Hoe werkt het? Welke zaken hebben nou positieve of negatieve invloed op de werking? Kun je het versterken of verzwakken? En werkt het nog steeds als je weet dat het een placebo-effect is? En Guido, jij gaat ons aanvullen met al jouw kennis en ervaring als topcoach en sportarts.
Jurgen, je hebt weer een mooi rijtje artikelen verzameld. En nou ja, we hebben ons live publiek hier. Dus iedereen die vragen heeft, kan die indienen. En een aantal van jullie hebben al vragen vooraf ingestuurd. Die hebben we hier ook liggen en die gaan we natuurlijk ook pakken. Maar goed, toch nog even stilstaan bij de 100ste, toch? Het is de 100ste aflevering. Jurgen, met wat voor gevoel zit je hier? Ja, best een goed gevoel eigenlijk wel. Toch ja, wel? Zeker. Ja. Echt knap als ik dan al die afleveringen kijk. Huh? Waar hebben we dat allemaal vandaan gehaald? Maar nee, dit is natuurlijk prachtig. Maar we zijn pas op ja, 1/3 misschien. Of, ja, of je onderweg. Je microfoon dichter bij je mond wil houden, zegt Sander. Ja, want het blijft ja, een audioproduct. Hè? Ik moet, na de 100ste weet ik nog steeds niet hoe het moet. Lijkt wel weer. Super natuurlijk. We gaan door, wil jij maar zeggen. Ja, 100 is niet de finish. Guido, hoe zit jij hier? Ja, ik ben hier niet helemaal vanaf het begin. Nee, dat hoor je nog in de intro, hè? Dat hoor je precies, nog. Ja. Dus ik dacht al, hoor ik hier ook nog bij? Wat doe ik hier? Nee, maar ik ben op die trein gestapt. En ik vind het superleuk om daar af en toe ook mijn visie en mijn kennis aan te hangen. En een beetje te sparren met Jurgen over alle onderzoeksdata, waar ik zelf ook altijd naar snuffel. Ja. En het is altijd wel leuk om dat samen een beetje uit te pluizen en sommige dingen een beetje te ontkrachten. Precies, er zijn een hoop mythes hè, die wij proberen door te prikken. Het begon allemaal 2,5 jaar geleden, herfst van 2019, kwam jij naar me toe, Jurgen, zei je, ik heb een podcast idee. En ik liep rond, hè, ik heb het wel eens over mijn werk. Live Online Events is mede mijn bedrijf. Ik ben presentator, dagvoorzitter, wij maken content voor congressen en evenementen. En ik wilde podcasts maken. Ik weet waar het nog was. In het zwembad, hè, bij de Utrechtse Heuvelrug Triathlon onder de douche. Ja, dat klinkt wel apart. Okay. Met de zwemkleding aan, dat wel. En ik dacht, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik wil het kunnen. Dus ik zei, Jurgen, dat kan ik wel voor je doen. Maar toen, van het een kwam het ander nog net even niet. En toen kwam dit idee. Ik zeg, wacht even, er zit daar een wetenschapsjournalist met 5 jaar aan artikelen op die mooie website jurgenvantevelen.nl. Volgens mij is dat een ontzettend rijk archief. Die een update wel nodig heeft. Ja, precies. Je zoekt nog hulp. Ja. Laten we die artikelen gebruiken als basis voor een wekelijkse podcast. En this is where we are, 100 afleveringen verder. Ik heb hem wel eens vaker in de aflevering gebruikt, de piramide. Ik wil hem toch heel even voor deze bijzondere aflevering doorlopen en dan gaan we naar de inhoud. Ik zie het namelijk letterlijk als een piramide. Ja. We zitten met het hoogste niveau, 50 betrokken luisteraars die gewoon naar Leersum komen op een zaterdag om hier te zijn. Maar ja, het begint natuurlijk allemaal met die luisteraars die podcast luisteren. En toen wij begonnen, 30, 50, 60, een keer 100, vonden we al echt heel tof. Inmiddels zitten we nu op vast zo'n 3.500 luisteraars per week. Zijn wij daarmee bijna structureel de best beluisterde hardlooppodcast van Nederland. Ik sta er nog steeds van te kijken. Dan zijn er zo'n 6.500 mensen bijna abonnee. Dan denk je, hoe werkt dat nou? Ja, zo is dat in podcastland. Hè? Druk even op abonneren. Dat doen dus heel veel mensen, maar niet iedereen luistert dat iedere week. Dat zal je herkennen. En dan neemt het toe in mate van betrokkenheid. We zijn te vinden op social media, als de @slimmer podcast. Hebben we bijna 500 Twitter volgers, bijna 1000, 800, rond ik te veel af. 800 Instagram volgers. Je kan met ons mailen, doen ook steeds meer mensen. En dan komen we echt bij iets belangrijks, namelijk de reviews in Apple Podcast en bij Spotify. De mensen in de zaal zien al op het scherm en de kijkers op YouTube. Het zijn er nu 88 op Apple en 82 op Spotify. Nou lijkt me leuk en symbolisch om te zorgen dat deze aflevering ervoor gaat zorgen dat we op allebei even minimaal 100 reviews hebben. Dus als jullie dat nog niet gedaan hebben, doe het even. Wellicht straks. Ga naar die podcastspeler toe. Ga naar de pagina van de podcast. Druk even hopelijk op 5 sterren. Want ja, dan komen we weer beter in de lijstjes. Kwamen we vorige week achter, Jurgen. We zijn ook te vinden op Podimo. Worden we niet voor betaald. Nee. Dat is die Deense club, hè? Dat is de Deense club, maar we hebben al 25 volgers daar, zag ik. Dus dat gaat goed. Hey, en dan nog een stapje verder. Dat worden er ook steeds meer. Vriend of vriendin van de show worden. Dat doe je door ons maandelijks met een kopje koffie per maand te steunen. En te zorgen dat we dit soort dingen hopelijk ook een beetje kunnen blijven financieren. En begin dit jaar openden wij de Slimmer Presteren podcast Strava Club. Exclusief voor vrienden van de show. Even kijken hier in de zaal. Wie is er lid van de Strava Club? Ja, leuk hè? Als je dit nu hoort en je weet dit nog niet.
En je zit op Strava, omdat je daar je hardlooprondjes of je wielrenrondjes of je schaatsrondjes post. Meld je aan voor de Slimme Presteren Podcast Club. Alleen toegankelijk voor vrienden van de show, dus dat moet je dan wel even worden. En ik heb de goede gewoonte om zo vaak mogelijk, zoveel mogelijk, alle vrienden van de show toch een duimpje te geven. En dan ken ik jullie namen dus nog beter. Heb je nog meer het idee dat ik jullie heel goed ken, maar ik ken vooral je naam. En een beetje wat je sportief presteert. Dus nou, dat met betrekking tot de community. En nog één stap te gaan, staat voor jou, Jurgen. Beschrijf eens, wat zie je voor onze luisteraars? Een doos. Een mooie doos. Ja. Een goodie box. De goodie bag, hè? Want onze verjaardag wordt inmiddels ook ondersteund door een aantal partners. Laten we ze in het zonnetje zetten. Wat tref je allemaal aan in de doos? En jullie hebben er allemaal één voor je staan. Ik zie natuurlijk als eerste bier. Bier, ja. Blond wat voor bier? Blond bier van Koerspret. Koerspret bier, ja. Ja. Leuk. Peter Koning, oud profielrenner, is dat biersmerk gestart omdat hij pret rondom het sporten wil. Ik zei natuurlijk meteen, hallo, heb je ook een alcoholvrije variant? Nou, die heeft hij, maar die was nu even op, dus we hebben vandaag allemaal blond bier gehad. Ja. Maar ik bestel nog wel een doosje alcoholvrij bij hem. Wat zie je nog meer? Ja, laat hem even horen. Knalblauwe. Shimano. Knalblauwe Shimano wel. Hij is hier, Bastian Gaya, dankjewel. Online marketing manager of digital marketing manager van Shimano. Fijn dat je ons ondersteunt, vaste luisteraar en hier aanwezig. Dus mocht je nog straks vragen over je fiets of je materialen hebben, dan kun je Bastian. Dit is wel een echte mountainbike aanmoedig. Ja, hè? Ja. In Zwitserland zit. Want twee vaste vriendinnen van de show. Knabbel en Babbel. Knabbel en Babbel zijn hier vandaag niet. Ze doen iedereen de groeten, nee, want ze zijn aan het racen. Toch? Wedstrijd, nee, zijn Lotte. Nee, moeten trainen. Dit weer vandaag geen race. Nou, dat appt ze ons wel. Ja. Oh ja, maar weet, ja, maar weet je, dat zou ik ook gezegd hebben. Dat heb ik gezegd. Zeg maar gewoon dat je wedstrijd hebt. Dan hoef je niet te komen. Ja, ja, want anders gaat hij natuurlijk toch zeggen, ah joh, dit is een training. Ja, precies. Wat zit er nog meer in de doos, Jurgen, om het compleet te maken? Een loopband of een loopband? Ja, het is een loopband. Het is een trainingsinstrument voor hardlopers om de beenspieren wat sterker te maken van Black Roll. Ja. En een voucher erbij, 20% korting op het hele assortiment. Hey, goed voor je herstel. Ja, goed voor je herstel. Herstel is belangrijk. Ja, maar dat is geen treadmill. Nee, het is een elastische trainband. Hè? Natuurlijk een paar stickers. Er zitten Slimme Presteren podcast stickers in. Wat mij nou leuk lijkt, is dat je die op een bijzondere plek plakt. Daar dan een foto van maakt en dat dan weer op Instagram gooit natuurlijk met @slimmepodcast. Hè? Dan hebben we leuk wat social content. En tot slot, onder in de doos. Speciaal Wim is er erg nieuwsgierig naar. Ja, wat is het? Zo, je moet het, je laat het zien, maar dat werkt niet, hè, in een podcast. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Maar het is een zo schoon kennismakingspakket. En wij roepen natuurlijk wel eens, wat is het beste moment om je fiets schoon te maken? Bert Groen is een fietsvriend van jou en een van de medeoprichters van Zo Schoon. Het is wel lastig openmaken. Ja, precies. Wat erin zit, beginnen. Wat erin zit is een spuitflacon. En Bert zegt, dat is ontvetter uit de keuken. Maar die is ook ideaal om je fiets schoon te maken. En hun belofte is dat het helemaal vegan, super duurzaam. Want zij verschepen een klein beetje geconcentreerd schoonmaakmiddel. Dan moet je bijvullen met water. En dan zijn we geen water aan het rondtrukken, hè, door Nederland. Dat en ik weet, Bert, daar fiets ik mee, die verontschuldigt zich. Want die staat de hele week bij de Libellenbeurs. Hè? Ja. Dus Bert moest kiezen tussen de Libellen Zomerweken of dit evenement. Hij is naar de Libellen Zomerweken. Maar Bert, we zullen aan je denken. Je bent daar spijt van, denk ik. Goed, hey, genoeg om de hete brei heen gedraaid. Laten we maar naar de inhoud gaan. Jurgen, we beginnen altijd bij de basis, hè? Ja. Het placebo effect. Ja, we moesten het er maar eens een keer over hebben. Omdat het denk ik, als je kijkt naar de top 10 woorden die het vaakst voorkomen in onze podcast. Zit het zeker daarin na de vermogensmeter. Onzin, vermogensmeter. Ja, herstel. En daar komt placebo natuurlijk heel vaak langs. Ja. En ik denk, ik heb ook wel een switch gemaakt, zul je misschien wel horen. In het begin was ik daar heel negatief over, hè? Of van, ha, het is toch placebo, een beetje lacherig. Ja, want het is niet wetenschappelijk aangetoond. Maar inmiddels dan, denk ik bij de 100ste dat ik toch een draai ben gaan maken naar alles wat ik nu een beetje aan het lezen ben. En daar wil ik het graag ook over hebben, ja. Ja, dat is de aanleiding. Laten we nou bij al die sportprestatiebevorderende dingen die wij wetenschappelijk proberen te valideren, deze nu maar pakken die het moeilijkste is. Wat is het placebo-effect? Ja, zoals ik het zie, is het dat het een niet werkzaam pil of een middeltje, een zalfje of rode hardloopschoenen of een bandje, hè, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld? Niet werkzaam,
toch een positieve fysieke, fysiologische reactie geeft op positief voor gezondheid. Als je kijkt richting de geneeskunde of positief voor de sportprestatie, trainingseffect als je meer kijkt voor de podcastliefhebber. Ja, en hoe kan dat dan? Ja, hoe kan dat dan? Aan de andere kant, placebo staat voor het Latijn, ik zal behagen. Ja. En nocebo is dan, ik zal schaden. Ja. Dat is eigenlijk de tegenhanger. Daar zijn meteen wat mensen hebben daarna gevraagd van, kan het ook andersom werken? Dat jij dus een pil of hardloopschoenen gaat aandoen waarvan je het gevoel al hebt, de verwachting, ja, dit gaat me niet helpen. En dat dat daadwerkelijk ook jouw prestatie negatief beïnvloedt. Ja, het was een mail die we kregen van Selina. Selina, waar zit je? Want ook jouw naam ken ik beter dan je gezicht. Hoi, welkom, leuk. Die mailde al, ik doe wel even mijn eigen lunch boven de worstenbroodjes om het nocebo-effect te voorkomen. Oftewel, dat je de onzekerheid van de lunch straks in je sportprestatie negatief gaat merken. Dat is dus de nocebo. Je denkt iets en daardoor word je of zieker of ga je slechter sporten. Ja. Ja, ik moest even, sinds ik natuurlijk hier over aan nadenken ben. Ken jij het nieuws van Titus Brandsma? Nee. Nou ja, die is heilig verklaard. Ja. Dat is dus een priester, schijnbaar ook hoogleraar geweest. En die is nu door het Vaticaan heilig verklaard. Ja. Ja, vroeger dacht ik, het zal wel, dat is allemaal bullshit. Maar ik heb dat verhaal eens even opgezocht. Dat is toch wel heel interessant wat hij gedaan heeft. Waarom is je heilig verklaard? Dan word je niet zomaar. Niet alleen maar als jij goed bidt of iets dergelijks. Nee, hij heeft daadwerkelijk dus een Amerikaan, eigenlijk deels op afstand, was een man met huidkanker, uitzaaiingen. Die heeft hij beter gemaakt. Tenminste, die associatie die kun je leggen. Omdat die man die had vol vertrouwen in Titus. En Titus heeft uiteindelijk een stukje van zijn habijt. Dat is denk ik het kledingstuk wat de priesters aan hebben. Heeft hij opgestuurd. En die man heeft dan dat habijt stukje over zijn nek gewreven. Over zijn hoofd. En is eigenlijk hersteld van zijn kanker. Ja, dat is dus ook een verhaal. Ja, waarom? Ja. Nou ja, die man geeft aan omdat ik ontzettend veel vertrouwen had in Titus Brandsma. Wil je een beetje oppassen met de claims in deze podcast? We gaan je niet zitten vertellen dat je kanker kan genezen door heel erg te geloven. Goed, maar dit soort verhalen kom je tegen. Precies, als je anekdotes zijn dit. Anekdotes. En ik heb natuurlijk op ken een programma wat in onder is gegaan aan anekdotes. Dus pas op. Jouw aanraad. Wat hij zegt is natuurlijk, je kunt dus mensen op afstand beter maken. Ja. Ja. Hé, hey, dat is jouw spelletje, hè? Geloof ik. Nee. Je wilde mee maar inkoppen. Ik wil niet mee heilig verklaard worden. Het ligt gevoelig. Okay, dus. En het heeft dus alles met de verwachting te maken. Het heeft te maken met de verwachting. Dat doet me denken aan het boek wat jij doorstuurde. Joe Dispenza. Jij bent de placebo. Ja. Dik boek. Ik ben eraan begonnen, maar op een gegeven moment ook een beetje wel afgehaakt. Maar die begint natuurlijk wel heel sterk. De eerste 2-3 hoofdstukken alleen maar van deels anekdotes. Waar je denkt, ja, oké. Okay, maar ook studies. En die studies die zijn gewoon ook gedaan. En het begon een beetje met de Tweede Wereldoorlog. Was een man in een arts Amerikaanse leger. Die moest herhaaldelijk soldaten een beetje erop helpen, opereren. Pijnlijke dingen. Die had morfine daarvoor. Maar op een gegeven moment was de morfine op. Ja. Nou, en toen kwam eigenlijk de verpleegster gewoon met de spuit met een zoutoplossing. En die arts heeft gedacht, nou, ik doe het meteen hetzelfde riedeltje zoals ik altijd deed. Ik ga je nu een spuit met pijnstiller geven en je zult niks merken. En hij heeft daar gewoon soldaten geopereerd op die manier. En die gingen beter naar buiten en die zijn weer aan het vechten geslagen. Ja, ja. Dus nou ja. Dus dat is de origine van het verhaal. Je kan ook met puur het toneelspel mensen beter maken. Precies. En is het dus belangrijk dat de arts, nou ja, die de verwachting schept bij de patiënt, zoals hij dat graag hoort natuurlijk. Ja. Dus dat is wel goed te weten, denk ik. Een betrouwbare arts, coach misschien, zal zeker een rol spelen of trainingsprogramma's aanslaan of medicijnen aanslaan. Ja. Nou, vervolgens is een hele tak van sport geweest, met name op een gegeven moment vond men het ook belangrijk om in studies
of voor placebo wel te gaan controleren. Hè. We hebben het regelmatig gehad over de ideale manier om pillen te testen, is natuurlijk de dubbelblinde placebo gecontroleerde. Dubbelblind, dus studie. Zowel het onderzoekssubject als de onderzoeker weet niet wie wat krijgt. Ja. En placebo gecontroleerd, een aantal mensen krijgen de interventie, een aantal mensen ja, placebo. Als idealiter, ze krijgen het allebei met een bepaalde pauze tussen. Ja. En dan, dan ga je naar afloop. Eigenlijk is het nog het mooiste gebeurt, niet altijd, nog eens vragen. Wat denken jullie wat jullie gehad hebben? Ja. En als het dan een beetje 50-50 is, als mensen inderdaad gewoon ja, echt geen flauw benul hebben, ja, dan weet je gewoon dat jouw placebo echt goed is geweest. Wie in de zaal denkt dat hij naar aanleiding van het bandje wat gehad heeft of beïnvloed is? Zijn er al mensen die iets voelen en vermoeden dat ze... Nee? Oké. Okay. Nee. Nou, en dan zie je in, nog niks. Vooral ziektes die waar een psychologisch component... Nou, dat zijn er best veel natuurlijk. Hart- en vaatziekten. Depressie, angst... maar ook prikkelbare darmsyndroom. Merkten ze gewoon in die studies dat de mensen die eigenlijk de neppillen kregen ook gedeeltelijk opknapten. En ja. Zich beter voelden. En ook niet alleen eigen rapportages, maar ook waarden in het bloed. Scans van de hersenen. Ja, precies. Ook EEG. Fysiologisch waarneembaar gebeurde daar iets. En het was zo erg dat als proefpersonen te horen kregen, ja, maar je hebt een neppil gehad. En ze hadden bijvoorbeeld depressie, dat ze acuut weer in depressie gleden. En zeiden, ja, maar kan niet. Het werkt bij mij echt. Ja, die moesten dan weer eigenlijk bovenop geholpen worden door weer een trucje eigenlijk van de arts te zeggen, oh nee, ik heb me vergist. Het was toch wel een echte pil die jij kreeg. Ja, nou ja, dat soort dingen zijn inmiddels ja, echt in talloze studies eigenlijk wel bevestigd. Ja. Dat is dus gewoon een... Ja, een gegeven inmiddels dat verwachting een belangrijke rol speelt in jouw reactie op een pil of een interventie. Kan ook een operatie zijn. Studie waarbij ze naar osteoartritis. Guido, wat is het? Kraakbeenbeschadiging? Ontsteking. Ontsteking, ja. Ontstekingsreactie. Dat er gewoon mensen worden geopereerd gaan. In principe was in ieder geval vroeger, denk ik, de manier wel om echt het kraakbeen weg te halen, een beetje te slijpen, te spoelen. Maar een arts heeft op een gegeven moment gedacht, nou ja, ik laat het eigenlijk gewoon zitten, maar ik maak wel eerst dat sneetje. En ik geef mensen dezelfde informatie. En eigenlijk ja, zien ze dezelfde resultaten. Nu kun je afvragen van, want volgens mij is dat met bijvoorbeeld, het lichaam kan natuurlijk heel veel herstellen. Hè? Streeft naar homeostase, zoals in de fysiologie altijd zeggen. Woord. Dus in die zin, als iemand nou toch herstelt van een placebo, zou je zeggen, ja, maar ja, als je niks had gedaan, zou die ook herstellen. Maar meestal is het herstel toch wel weer iets sneller, ook weer vanwege die verwachting. Nou, drie elementen kom je eigenlijk tegen die een rol spelen hierbij. Nummer één is associatie. Dat is eigenlijk de klassieke conditionering, Pavlov. Ja. Kennen we die, die proefjes kennen we nog wel, misschien biologie ooit. Pavlov, die deed onderzoek bij honden, die instrumenteerde die. Waardoor hij de maagzuurproductie en de slijmproductie kon meten terwijl hij zijn bord eten gaf. Nou, ging dat natuurlijk omhoog. Een belletje, hè? Ja, en hij deed erbij, op een gegeven moment, de geconditioneerde stimulus erbij, die bel. En op een gegeven moment was die honden, die dachten van, hé, als ik een belletje hoor, dan komt er eten. Of in ieder geval, op een gegeven moment liet hij dat eten, eigenlijk bood hij niet meer aan, maar de fysiologische respons, lees de slijmafgifte, maagzuurproductie, kwam gewoon op gang. Precies. Nou, en dat is het voorbeeld van conditioneren. Dat werkt gewoon. Bijvoorbeeld, als jij nou pimpelpaarse schoenen gaat kopen, omdat je denkt, dat lijkt me wel wat. Ja. En toevallig hebben die dikke zolen en een carbonplaat, maar daar weet jij verder niks van. Je luistert nooit naar onze podcast. En je gaat wel sneller lopen. Je merkt van, ik ga als een tierenlier. Dan ga jij misschien denken, hey, dat ligt aan de kleur van mijn schoenen. Precies. Nou, en in het vervolg ga je wat goedkopere schoenen kopen, dunne zool, maar wel paars. En dan blijf jij hard lopen, omdat je gewoon die associatie toen maar hebt en in dit creëerd. Voorbeeld omdat je gewoon beter getraind bent natuurlijk dan, hè? Omdat je al die eerste paar schoenen weggelopen hebt. Nee, alleen maar die paarse kleur. Ja, precies. Gerrit, je moet gewoon dingen doen voor jou en andere kleuren. Ja, klopt. Associatie nummer één. Ja. Nummer twee. Maar hetzelfde geldt met koffie bijvoorbeeld.
Okay. De associatie, als jij koffie drinkt, dan weet je al, ik voel me lekkerder. Ja. Toch? Tenzij, ja. Tenzij we daar op basis van jullie bandjes iets mee gedaan hebben natuurlijk. Daarom, ja, dat zou ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal voelen. Met, ja. Nou ja, goed. Nieuwe verwachting. Dat is nummer ook twee. Heel belangrijk. Ja. Dus associatie, verwachting. Ja, maar vooral nieuwe verwachting. Dat bijvoorbeeld, jij komt een beetje vast te lopen in jouw trainingsprogressie. En dan komt Guido aan. En die zegt, nu heb ik toch iets voor je. Ja. Ja, dit is echt... Torque training. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. En dan ga je om als de brandweer straks. Ja. Nou, en dan zegt hij waarschijnlijk, dat doe ik bij mijn toppers. En die gaan er allemaal op vooruit. Nou, dat schept toch een bepaalde nieuwe verwachting. En dan zul je zien, denk ik, dat jij inderdaad dan weer even een boost krijgt. Ja. Nou, dat is dus belangrijk. Nieuwe verwachtingen. Ten derde is een beetje betekenis geven aan een placebo. Wat bedoel je daarmee? Nou, het moet wel... Ja, kijk, als je gewoon placebo hoort, dan zegt jou dat niks natuurlijk. Dan denk je, negatief. Maar als je dat anders inkleedt... ik kwam een studie tegen. Dat is wel een mooi voorbeeld. We hebben een groep kamermeisjes. De mannen kan ook. Maar vroeger waren dat kamermeisjes. Vroeger, ja. Daarvan, die hadden ze eigenlijk accelerometers omgedaan om te kijken van hoeveel beweging zij hadden. En toen kwamen ze eigenlijk achter dat die moet best wel hard werken en gewoon de beweegrichtlijnen halen. Ja. Omdat ze veel doen. Daar waren zij verder niet bewust van. Ze sportten verder ook niet om het werk om. Maar die onderzoekers zagen dat en die hebben toen één groep gezegd, hey, jullie zijn ontzettend goed bezig met je werk, want jullie halen de beweegrichtlijnen. Daar word je echt gezond van. Is goed voor de gezondheid. Nou, misschien nog aangevuld van want goed voor je cholesterol, bloeddruk. Andere groep niks gezegd. Die twee groepen zijn gewoon doorgegaan met het werk. De eerste groep is verder niet extra gaan bewegen, maar hadden gewoon het gevoel, hey, mijn werk is gezond, goed bezig. En wat zagen ze na 2 maanden? Kilo afgevallen, plus bloedspiegels van cholesterol omlaag, betere bloeddruk. Dus puur het idee van dat ze iets nu aan het doen waren met vol betekenis. Dat ze lekker bezig waren, hielp en werden ze gezonder van. Ja, nou ja, dus dat zijn eigenlijk die drie dingen kun je natuurlijk, die spelen daar een rol, spelen misschien ook een beetje, dat is overlap. Maar zo in die trend moet je gaan denken. Guido, in jouw rol als topcoach en sportarts van veel atleten en ook professionele atleten, waar denk jij aan? Hoe speelt het placebo effect bij jouw werk een rol? Nou, het betekenis geven is natuurlijk belangrijk. Hè? En zeker ook bepaalde nieuwe trainingsmethodes, andere aanpak die je in een programma zet. Daar moet je natuurlijk zelf in geloven. Hè? Ik moet dat zelf goed vinden en dat ook overbrengen op een atleet. Van we zeggen, we moeten nu deze periode heel hard hiermee aan de slag gaan. Ja. Want daarna, in die volgende wedstrijd, dan komt het er allemaal uit. Ja, ja. Is er een wedstrijd, wat ik wel eens in de voorgeschiedenis heb gehad. Anne Terpstra, kennen we allemaal. Mountainbikester. Altijd gezegd in het begin, ik kan niet presteren op hoogte. Ik ben altijd slecht op hoogte. 2019. Wedstrijdseizoen was daar begonnen. Ik werk met haar sinds 2016 naar Rio. En toen heb ik voor die wedstrijd eigenlijk gezegd, je moet het gewoon fatsoenlijk aanpakken. Je gaat naar hoogte, je blijft daar 3-4 weken. We gaan helemaal zorgen dat je daar aangepast bent en dan kun jij wel goed rijden. Op hoogte. Op hoogte. En nu hoef je niet te denken dat je het niet kan, je kan het wel. Wedstrijd in Andorra op hoogte, Val Noord, eerste World Cup overwinning, hè? Precies. Helemaal verbaasd. Ja, maar het ging zo goed en ik kon echt maar blijven gaan. Ja, en jij zegt dat zit voor een deel dus ook aan de manier waarop ik die trainingsaanpak breng. Heb je het omgekeerde ook wel eens meegemaakt? Dat je even in een minder scherpe periode zat zelf of dat je dingen gewoon maar weggaf en dat je dan inderdaad merkt dat atleten of trainingen minder effect hebben? Ja, je hebt altijd wel de periodes dat het ergens wat minder goed gaat dan je hoopt. Ja. Of dat dan hierdoor komt. Er zijn zoveel factoren natuurlijk die van invloed zijn. Het is moeilijk te isoleren. Ja. Jurgen, wat mij het meest fascineert over dit onderwerp,
Ik hoor hier Guido praten over hoogste stage. Ja. Maken wij een aflevering om uit te leggen dat hoogste stage niet werkt. Nou ja, in ieder geval niet om rode bloedlichaampjes aan te maken. Werken placebo's nog steeds, ook als je weet dat het een placebo is? Ja, dat is wel interessant. Open placebo heet dat. Daar zijn er dat is een term voor. Ja, open placebo. In ieder geval een studie die steeds aangehaald wordt, is op Harvard gedaan door een onderzoeker. Bij mensen met een prikbare darmsyndroom. En daar heeft hij inderdaad gewoon gezegd, jongens, ja, eigenlijk de bestaande pillen doen niks bij jullie. Maar ik kan jullie een neppil geven. En die heeft in het verleden, zijn daar mensen ook van opgeknapt. Dus hij heeft wel uitgelegd, dit is placebo noemen we dat. Maar placebo werkt via bepaalde verwachting. En ik heb daar toch bij een aantal mensen goede resultaten mee gezien. En dan blijkt dat ook zo te werken, inderdaad, ook bij die mensen. Ja. Dus het is toch die verwachting creëren. Misschien zijn mensen wanhopig. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze het laatste strohalm willen pakken. Met sport, ja, dat is een beetje als sportprestatie. Nou, dat zijn harde bewijzen. Ik wou zeggen, is het aan te tonen? Ja. Dat als jij gelooft dat een training werkt, dat die ook meer fysiologische effecten heeft dan als je denkt, ik trap gewoon mijn rondjes. Ja, dat is best wel lastig. Hoe zou je dat precies willen gieten? Ja. Nee, maar ik ben wel benieuwd, Guido, met die hoogste stage. Ah, een vraag. Ja, kijk, live interactie. Tadaa. Komt-ie, hè? Hoppa, vangen. Ook een beetje sport in de zaal. Yes. Stel jezelf even voor, hè? Ik herken je stem meteen en vaste luisteraars ook. Ik ben een broer van Jurgen Maduel. Manolo. Ja, Manolo ook wel eens. Ik ben eigenlijk niet tot deze doelgroep, want ik sport niet zoveel als jullie allemaal. Maar ik vind het wel heel leuk om hier te zijn. Dat is al een misvatting, denk ik. Toch? Ja, dat denk ik ook. Maar goed, anyway, vraag. Ik heb een vraag even wat over dat onderzoek wat je nu aangeeft, Jurgen. Ja. Is dat niet een selecte groep die zich daar dan voor opgeeft om mee te doen? En dat de mensen die denken van, nou, bij mij helpt toch niks, ik trap daar niet in, dus ik doe daar niet aan mee. Ik denk dat je wel een punt daar hebt, want overal als je open placebo intikt en dan op PubMed, ja, dan kom je altijd die studie tegen. En dan denk je, is er maar één echt serieuze studie gedaan? Het is wel, denk ik, een voorbeeld van, ja, het liefste wil je dat herhaald zien in heel andere settings, et cetera. Maar, ik denk zeker, dat moet je bij al die studies die ik behandel, altijd in het achterhoofd houden. Ja, dat is natuurlijk een bepaalde setting, bepaalde context, bepaalde groep mensen. Dus ik ben het wel met je eens dat daar waarschijnlijk nog een rol speelt. Dat je denkt, selection bias heet dat dan, hè? Het heeft mensen aangetrokken die dat ophopen. Ja, misschien kom je dan op het punt binnen. Ja, er is natuurlijk variatie tussen mensen. Wie gelooft er nou meer in placebo dan anderen? Er zit sowieso in uitkomst in variatie, of variatie in uitkomst op allerlei stimuli of trainingsprogramma's, noem maar op. Maar dat is ook wel duidelijk in effecten van placebo of placebo-behandelingen. En daar is denk ik de uitdaging om daar een grip achter te krijgen om te zien, heb ik een groep mensen die gevoeliger is voor placebo dan anderen bij patiënten? Want dan zou je inderdaad kunnen denken, dan kan ik daar misschien wel proberen om met placebo te doen. Of juist placebo-effect kunnen versterken in mensen. Ja. Dus, dat had je van tevoren ook nog aangegeven. Je zegt dat bij sommige mensen hebben placebo-effecten meer effect dan bij anderen. Hoe herken je die mensen? Ja, dat is een goeie. Dat is misschien best fijn namelijk, toch? Als je weet dat veel effect heeft. Het blijven een beetje algemeenheden, Gerrit. Maar toen ik het las, dacht ik, dan lijkt dat te komen. Nou, mensen, gevoeligheid voor placebo heb ik hier opgeschreven. Afhankelijk van iemands persoonlijkheid. Ja, dat lijkt ook wel logisch. Ja, hè? Want het is dus, hoor ik wel, de kern is, het is je brein dat invloed heeft op wat prikkels en lijf doen. Dus in die setting van hoe die associatie, conditionering, nieuwe verwachtingen, hoe gevoelig jij daarvoor bent of betekenis geven aan. Ja. Ja, ik denk persoonlijk dat ik heel ongevoelig ben. Ja. Maar wat is dan jouw karaktertrek? Ja, omdat ik al die studies lees en denk, maar het is eigenlijk gewoon placebo. En een sceptische grondhouding, toch ook? Ja. Ja, en een hele sceptische grondhouding. En mijn persoonlijkheid strookt gewoon daar niet goed mee. Want het werkt effectiever bij mensen die angstiger, opener, extraverter en vriendelijker zijn.
Dat is een aparte rijtje. Ja, vooral dat angstige gebeuren. Dan kun je een beetje cherrypicken. Nou, doe mij die laatste twee maar en laat die eerste maar zitten. Nou, bij jou dacht ik in ieder geval open, extravert. Vriendelijk, dacht je toch? Vooral ook, ja. En ik bedoel, als er iemand is die de laatste maanden toch ook wel een aantal dingen heeft aangeschaft waarvan ik dacht van, hé, maar dat was toch een placebo. Ja, dan ben jij het wel, Gerrit, toch? Ja, alles voor de podcast, toch? Ik vind, als we dingen afschieten, dan moet je dat wel geprobeerd hebben. Jij wil in ieder geval dingen proberen. Ja. Overreding, hè? Overredingskracht. En wat overreding. En hij heeft nu een coach bij zich. Duidelijk. Ja. Nou, daarnaast iemand die veel supplementen of geneesmiddelen, denk ik, gebruikt, die altijd al veel pijn sowieso een pillenpakker. Dus als je in je algemeenheid al meer supplementen of pillen slikt, dan ben je dus ook vatbaarder voor placebo-effecten. Ja. Nou, ja, omdat je gewoon in het midden pil gelooft. Ik neem eigenlijk nooit een paracetamolletje. Dus nee, ik ook niet eigenlijk. Nee. Cafeïne. Wel vitamine Cafeïne D wel, sinds natuurlijk. Aflevering, wat is het? Spieken? 52. Ja. Dus ja. Nou, en daar wordt dan bij gezegd, en daarom is het ook dan belangrijk eigenlijk hoe jij kijkt naar degene die jou de placebo voorschrijft. Okay. Betrouwbaarheid van de arts, heeft hij een witte jas aan, heeft hij in het verleden goede dingen laten zien, wat is jouw band met die arts? Ja, als je toch bij een arts komt en je denkt, daar heb ik weinig vertrouwen in. Ja. Dan heeft het al weinig zin. Dus, maar dat zet het wel. Het feit dat ik mij heb getrakteerd op een coachingsprogramma van een topcoach, dat doet het ook fysiologisch goed voor mij. Ja, waarom heb je eigenlijk voor Guido gekozen? Hè? Ja, alles voor de podcast. We spreken die man iedere week. Ik dacht, laat me maar eens ervaren. Maar beginnen, hè? Nee, maar ik vind, dit zijn wel algemeenheden, maar ik denk dat mensen misschien hopelijk zich wel hierin herkennen deels. Ja, ik ben toch ook benieuwd van in hoeverre mensen inderdaad denken van dat ze gevoelig voor placebo zijn. Of zijn hier mensen die van zichzelf durven te zeggen, ik ben wel gevoelig voor placebo? Nou, Patrick Stastra, leuk. Ja. Marlies, ja. Het zijn allemaal oranje bandjes. Het zijn allemaal ook gasten. Van ons. Ja, welk bandje heb je om? Ja, rood. Ja, rood. Nou, dat begint al in te komen, hè. Ja. Guido, heb jij... Is bijgeloof hetzelfde als placebo eigenlijk? Nou, komt wel op. Ja, dat komt heel dicht bij elkaar. Ja, ja toch? Ja, dat zeker. Heb jij zelf iets waarvan je zeker weet inmiddels dat het wetenschappelijk gezien niet prestatiebevorderend is, maar je toch doet omdat je erin gelooft? Nou, ik ben niet zelf meer betrokken met wedstrijd, sport zelf, maar ik weet wel van sporters. Er zijn soms wel rituelen die je moet doen voor een wedstrijd. Je moet per se dit en dit gedaan hebben. Want anders zit ik al gewoon niet goed in de wedstrijd. Nee. Dan begint het al helemaal slecht. Laat me zeggen, heb je een leuk voorbeeld? Nou, niet concreet direct. Maar laten we het in de triathlon met je zwemstart. Dat je even in het water hebt gelegen. Even ingezwommen. Even het gevoeld hebt en zo. Want anders, als ik erin moet komen zonder dat ik er nog... als ik moet starten zonder dat ik er al in ben geweest, dat ik al meteen... Ja, het helemaal dicht slaat. En dan wordt het natuurlijk een self-fulfilling prophecy. Want als je dan denkt, dit is een slechte start. Ja, dan is het meteen einde. Ja, precies. Nou, ik heb wel wat voorbeelden. Ik heb daar ooit een stuk over geschreven met wat lokale sporters. Ja. Barbara Brouwer, dat is een korfbalster, die trok altijd dezelfde onderbroek aan, bijvoorbeeld. Nou, ik moet naar Patrick kijken. Maar wel gewassen, roept Ik moest naar Patrick, die stuurde ook die vraag volgens mij in. Altijd, Patrick Stastra, gast van de aflevering, moet ik ook even spieken, Patrick. Mijn dame, je weet dat je over 70, leuk dat je er bent ook, fijn. Patrick, daar zit hij. Over al die schoenen, hè, en die had heel wat vragen ook. Zullen we die maar gelijk eens even pakken? Hij zegt, keuze wedstrijdkleding op performance. Ik heb namelijk twee wedstrijdshirts die alleen mogen worden gedragen tijdens wedstrijden. Dat voelt speciaal en dan denk ik sneller te gaan. Is dat placebo effect? Vaste kleding en shirts waarin je gelooft dat je sneller loopt? Ja, dus dat kan zijn geweest. Waarschijnlijk is het een associatie toch, of een soort conditionering. Jij hebt ooit die shirts aangedaan, toen ging het heel goed. Toen was je of goed getraind. Manuel, wil je hem gooien even? Dan kunnen we dat ook voor de opname meenemen. Hop, heel goed. De cashbox vliegt door de zaal. Patrick. Dat is leuk dit. Dat shirt heb ik speciaal aangeschaft voor wedstrijden. Het is het Jamaica shirt waar Usain Bolt... Dat is een soort nieuwe verwachting, denk ik, gecreëerd. En het ging ook heel goed, hè?
Ja, het is regelmatig goed gegaan. Maar ja, als je op een gegeven moment zoveel wedstrijden loopt, dan op ook wel eens niet. Weer niet goed. Dus is het ook wel eens goed gegaan zonder dat speciale shirt? Zeker. Zeker. Ah. Maar het zit hem denk ik veel meer in als je die wedstrijddag bijzonder maakt. Dus er is een bepaalde gewoonte van, ik leg altijd bij een wedstrijd leg ik altijd mijn kleding klaar. Zelfs al zou die wedstrijd 's middags om 1 uur zijn. Het is eigenlijk altijd dezelfde sokken. Ja, tegenwoordig natuurlijk met die carbon schoenen. Eigenlijk het meeste, het broekje. Ja, soms was het heel heet, is het nog wel eens los aan. Maar eigenlijk ook alleen maar bij die wedstrijden. Ja. Dus het is ook, het maakt die dag specialer. Ik heb overigens ook wel dan gemerkt wel is dat je het daardoor misschien dat nocebo effect. Ja, dat het slechter gaat als je hem niet hebt. Ja, dat ik daar dus veel te veel druk op leg op zo'n dag. Zeker als het niet de belangrijkste wedstrijd is, dat het juist een tegeneffect kan hebben. Dus ik denk dat dit effect misschien wel langzaam minder wordt naarmate je in dit geval vaker wedstrijden loopt. Ja, dan moet je nou op zoek gaan naar een nieuw shirt, hè? Exact. Ja, dan kun je wel nieuw beginnen. Heb je hem al? Ik zit te denken aan die van Kenia. Van weet je, dan krijg je hetzelfde, maar dan begin je weer opnieuw en dan kun je weer daaruit je energie halen. Precies. Het gaat eigenlijk om een goed gevoel kweken. Ja. En je ja. moet een goed gevoel hebben als je daar iets wilt presteren. Ja. Of dat nou een wedstrijd is of een goede training, het goede gevoel moet je hebben. Ja. Ik heb dat, dat is wel heel lang geleden. De Marathon Rotterdam gelopen ook. Oh, ik ook wel eens, ja. In een Ajax shirt. En toen? Ik liep daar hard lopen, 3, of niet? Dan weet je al, ik denk, ik moet hier wel op sommige plekken moet ik hier echt fucking hard doorlopen. Want anders krijg ik hier last. Maar de vraag is of dat nou placebo-effect is of Ajax-shirt-effect, hè? Dat is weer een andere effect. Ja, beide, denk ik. Ja, beide. Ja, mooi. Ik zat in voorbereiding op deze aflevering ook na te denken. Ik heb er ook echt één. En ik ging nadenken waar ik die van geleerd heb. En dat is volgens mij al vroeger op de lagere of misschien middelbare school. Als we dan bij gym rondjes moesten rennen, kreeg ik altijd steken in mijn zij. En toen werd er tegen me gezegd, dan moet je je duimen in je vingers doen. Dan krijg je geen steken in je zij. Ik kan je vertellen, ik ben nu 42, ik doe het nog steeds, want ik geloof er heilig in, terwijl ik inmiddels ook echt wel weet dat het fysiologisch helemaal niks met elkaar te maken heeft, maar het helpt wel. Ja, maar je bent wel van je steken af. Ja, dat is toch raar? Dat is mijn allergrootste placebo die ik kon bedenken. Nou, ik vind dat niet, nou. Welke kleurschoenen heb je aan? Oké, okay. Rondschoenen, maar we zullen straks zien voor de mensen die mee gaan lopen, die dikke zolen zijn niet te krijgen in het rood, dus die zijn nu mango, peach, orange of zo. Nee, maar rituelen is inderdaad een hoort daar heel heel sterk bij. Ik voel dan wel zoiets, je bent zo afhankelijk van een ritueel bijna. Ja. Dat als je ergens iets mist of dan denk je, oh, dan wordt het niks. Ja, ik vind het maar, het is op het randje. Ik snap wel, ergens wil je, gestructureerd en dus mentale voorbereiding. Routine. Hè? Ja. Routine. Ja, geen dingen fout gaan. Maar het haakt aan bij een vraag van je broer, Manuel Vertevelen. Die stuurde ons ook per mail. Kunnen placebo's ook een schadelijk effect hebben? Ja, bedoel je dan nocebo eigenlijk? Ja. Zeker. Ja. Nou, vanuit de geneeskunde wordt altijd dan een beetje genoemd. Mensen bijvoorbeeld die chemotherapie gaan krijgen of pillen voor het eerst en dan lezen ze de bijsluiter en denken ze, bijeffecten zijn dit en dit. En vooral bij die chemo al van tevoren misselijk worden of weten van. En dat is dan puur die anticipatie weer. Ja. Omdat je eraan denkt, dan wordt het. Ja. En dat is ook een hele, wat hij al zegt, hè, over bijwerkingen van bepaalde. Als mensen de bijsluiters gaan lezen, en dit en dit en dit, dan heb je 3 tellen later, heb je dat gevoel dat je, dat heb ik ook. Ja. Dat voel ik ook. Ja, precies. Hey. Voelt er al iemand wat trouwens over de bandjes? Nou gaan we. Nu begint het al langzaam. De bijsluiter heb je nog niet gelezen van de bandjes. Nee, er hoeft nog niemand naar de wc, hè? Nee, dat zat op. Maar we zullen het zo. Er wordt wel gebeld als ze het echt willen weten. Hey, maar dit sluit wel aan. Een beetje een rare brug. Maar ik wil natuurlijk nog een paar voor ingestuurd. Jij noemt chemotherapie. Nou, dat is heel vervelend. Ed, dan kom ik bij jouw vraag. Ed Blok, waar zit je? Oh ja, gezicht. Ja, tof, leuk. Wielertrainer, jij komt over 2 weken ook veel voor in de aflevering over wielertrainen met Tim Takken. Ed schreef ons, wat werkt het beter om een bitter of een vies placebo te hebben dan een zoet of een lekker placebo? En werkt een dure placebo, zoals een vermogensmeter, dan beter dan een goedkope? En zijn er verschillen tussen duur bitter en werkt dan duur bitter beter dan goedkoop zoet? En heeft goedkoop bitter minder werking dan duur zoet? Heel complex experiment, Ed, maar daar zitten we nu middenin, toch? Ja, zitten we middenin. Ja. Heeft het soort placebo nog effect ja, op
de uitkomst? Nou, dan moet je toch naar de pillen kijken. Er is wel het een en ander over geschreven. Nou, er komen eruit roze pillen. Daar ga je stimulerend op. Die stimuleren je. Roze pillen. Ja. De kleur van de pillen maakt uit. Blauw, kalmerend juist. En rood, pijnstillend. En dat is waarschijnlijk... En dit is dus allemaal getest met pillen die niks doen. Ja. Maar puur de kleur heeft die effect. Maar dan op is mensen. Het de associatie. Ja, ik slik weinig pillen. Dat van nature pijnstillers vaak rood zijn. Wit, toch? Dacht ik. Nou ja, anyway. Nou, misschien andere pijnstillers. kalmerende ecstasy-pillen zijn juist ook geen roze, ervaring mee. En zo? Nee. Nou ja, en inderdaad, goed punt. Ja, dure merk placebo-pillen. Ja, ja, die doen het veel beter op bijvoorbeeld pijnbestrijding. Dan goedkope pilletjes waar niks in zit. Ja, Guido, dus ja, je steekt je vinger al op. Wat wil je aanvullen? Het moet zijn. Wie heeft er wel eens bietensap geprobeerd? Ja, vind ja je dus waarom? Ja, ja, omdat wij daar een aflevering over maken. Ja, omdat je denkt dat je daar harder van gaat lopen. Seizoen 2. Vond je het ook lekker? Ja? Oh. Daar ben je ik niet. Oké, daar ben je de eerste die ik ken, inderdaad. Want daar heb je namelijk van, ja, maar daar moet je echt in geloven dat je daar beter van gaat lopen, want anders drink je dat echt niet. Nee. Het is niet te hachelen. En ik zit, ik zit even te kluren. 29, ik kom bij je met je vraag. Ja, aflevering 29 was het. Bietensap doping voor elke amateur. Kwamen er ook achter dat er wel degelijk wetenschappelijk is aangetoond dat, dus, dat het de prestatie bevordert, ja, ja, mits je ongetraind bent. Ja. Daar heeft het meer effect en ook nog op bepaalde inspanningsduur. Precies. Dus als je de marathon gaat lopen... Dan heeft het wel of niet? Zou, nou ja, niet. Je gaat daar niet beter van. Ik heb er genoeg flessen van weggetikt, maar dat doen we dus meer. Patrick, wil jij de catchbox naar Jan gooien? Die zit achter jou, Jan Steehouwer. Fijn dat je er bent, Jan. Verklaart. Ja, catchbox aan, Sam? Ja, gewoon hard. Ja, praat er maar goed in. Verklaart in ieder geval wel waarom al die farmaceuten die prijzen zo hoog opjagen. Ja, want hoe hoger de prijs, hoe beter het werkt. Ja, dat is dus aangetoond. Ja, als het goedkoop is, is het nooit goed, hè? Precies. Vertel het nog een keer tegen de Zal ik hier dan het haakje maken voor alle luisteraars dat we deze week, omdat we de 100ste aflevering maken, een speciale aanbieding hebben in onze webshop. Alle shirts voor 10 euro, het boek van Jurgen voor 10 euro. Dus nog 2 dagen bestellen. Boek en, voor mij ook? Ja, dat doen we er zo bij. Zetten we ook in de webshop. Laten we het even concreet gaan maken. Concrete tips. We gaan zo vanmiddag sporten. We gaan morgen weer trainen. Wat moeten we nou met dit placebo-effect? Nou ja, als je het puur voor sportprestatie kijkt, dan zijn er toch wel ook wat studies gedaan. Alleen ik zit lastig hoe dat in de praktijk is om te zetten. Nee, je kunt dus mensen, je geeft mensen een neppil en dan zeg je, ja, hier word je krachtiger van. Ja. En wat je dan doet, je laat ze trainen en wat je stiekem doet is het gewicht wat omlaag doen. Dus mensen slikken die pillen. Jezus, het gaat makkelijk, zeg mijn 80 kilo. Je bedoelt nu bijvoorbeeld bij krachttraining? Ja. Ja. Dus je hebt eigenlijk een buitenstaander nodig, of een coach of iemand, die bijvoorbeeld jou een pilletje aanbiedt, of een shirt of schoenen, en zegt, oké, ga maar even op loopband, want dit werkt echt supergoed. Loopband ietsjes langzamer zetten. En op dat moment denk je, ja, dit is goud, dit werkt. En dus, dit is om dan die associatie te trainen, dat de volgende keer dat jij dat pilletje pakt, dat je ook denkt, oh ja, ik heb ervaren dat het dan beter gaat, en dan gaat het echt beter. Dus dat is eigenlijk de manier om het via die associatie te doen. Ja, nieuwe dingen is natuurlijk ook, nieuwe verwachtingen scheppen is natuurlijk goud ergens. Guido. Nou ja, weet je, hetzelfde wat we met Gerrit hebben gedaan tijdens de marathon. Pardon? In Rotterdam, gewoon zakjes gel gegeven hebben. En als je dat om de zoveel tijd neemt, krijg je nergens last van en loop je gewoon een hele goede tijd. Ja. Hij doet dat gewoon. Hij heeft nergens last van gehad. En ik denk, oh, ik voel me een beetje min. Ik neem weer zo'n zakje en ik ga gewoon door. Ja. Nou, is toch? Ja, maar dat was toch ook omdat je die koolhydraten allemaal nodig hebt en zo, of niet? Dat denk jij wel. Nou. Ja, dat geloof ik. Die zakjes zat niet in wat jij dacht. Oh. Want die hadden we van tevoren al gemaakt, Jurgen en ik. Maar dat was zo grappig, want inderdaad, jij zei, ja, want dat werkt toch? En toen zei ik, voor die aflevering... Je hebt het nu specifiek over de Morton sportjelletjes. Ja. En toen zei ik nog, waarom ben je dat nou gaan slikken? Er was in die tijd nul bewijs voor.
En toen zei je, maar je zei toch ooit van dat Kipchoge die je had en dat dat wetenschappelijk bewezen klopt, was. Klopt, ik geloofde er wel in, ja. En uiteindelijk is er nu wel een studie die het suggereert dat het mogelijk wel kan werken onder bepaalde omstandigheden. Maar, dus jij loopt een beetje vooruit op eigenlijk precies, al die effecten. Precies, ja. Of de wetenschap loopt achter, want daar hebben we natuurlijk ook al vaker kijk, over gehad. Bijvoorbeeld compressiekousen. Ja, daar is ook leuk heel onderwerp. Veel over te zeggen, want er zijn best wel wat studies die laten zien, mensen met die compressiekous aandoen, dat ze zeggen, ik herstel er sneller van. Ik voel minder spierpijn. Alleen zet je dat tegenover wat je bijvoorbeeld aan spierschade meet in het bloed. Ja, dan laat dat helemaal niet zien. Dus het is gewoon een subjectief gevoel ergens wel. Ja. Hetzelfde geldt voor ijs. Of eigenlijk een koud bad. Mensen gaan na afloop toch denken. Ja. En nou ja, dat vinden ze keer op keer terug. In het bloed weinig te zien, maar subjectief zeker. En ook als ze dan kijken naar herstel bijvoorbeeld van maximale kracht, dan blijkt dat als mensen in een koud bad zijn geweest, dat zijn maximale kracht hoger is als dat zij in een, nou ja, een normaal temperatuurbad. Zij denken, hey, het werkt dus echt. Ja. Maar wat het dan is heel belangrijk hoe je dat aanbiedt in jouw studie. Hè? Want mensen weten, denken, geloven gewoon, koud bad werkt. Ja. Want Wim Hof of noem allemaal maar op. En als in die studies dan die gedaan zijn, vaak wordt gezegd, ja, we gaan hier het koud bad doen en dit is jouw controle. Ja. Nou, dat is een lauw bad, kamertemperatuur. Dat is het idee van controle. Ah, controle zal minder zijn, dat zal niet helpen. Dus, ja, precies. Omdat je weet dat je in de controle zit, geloof je er al niet meer in en kun je dus eigenlijk al niet meer goed testen. En nou, het grappige heeft mensen, onderzoekers hebben zich daarop gestort. Die zeiden, ja, jullie doen die studies gewoon helemaal verkeerd. Wat je moet doen, is je moet niet een controle aanbieden. Je moet een alternatief aanbieden. Dus dan zeggen ze, nou, en dit is eigenlijk een herstelbad. Gewoon op kamertemperatuur. En dan doen ze een paar druppeltjes olie in. Ja. Nou, waar dan de proefpersonen zien dat. Van, ja, dit is het herstelbad. Nou, hier herstel je van. En dan zie je eigenlijk dat op dat moment dat herstelbad net zo goed werkt, kamertemperatuur, met dat druppeltje olie, als het koude bad. En dat is gewoon omdat mensen dus zichzelf hebben aangewend van, ja, ik herstel sneller na een koud bad. Ja, precies. Helder. Dus je hebt nog een tip voor de collega sportwetenschappers die naar deze podcast luisteren, dat ze hun experimenten beter moeten uitvoeren. Kijk nog even de zaal. Zitten er nog mensen met leuke vragen of anekdotes of voorbeelden van je eigen placebo, waarvan je het weet, net zoals mijn duimen in je vingers. Heeft er iemand een mooie of een leuke vraag? Ja, ja, Celine, kom er maar in. Mogen de catchbox die kant op? Doe het in etappes. Help even, teamwork. Ja, wie pakt het middenstation? Ah, of niet? Doen we het gewoon ineens. Leuk hè, kan allemaal. Het is gewoon een kussen. Vertel. Ja, het is een beetje een voorbeeld, maar het is eigenlijk een beetje een standaard voorbeeld hoor. Maar mijn snelste marathon, die heb ik op bepaalde merk shelletjes gelopen. Ja, die shelletjes die gaan natuurlijk... Die gaan er nooit meer uit? Nee. Nee, nee. En waren het ook die dure Zweedse of waren het andere? Maar ik moet wel zeggen dat ik die nu wel in huis heb gehaald. Dus eigenlijk zit er nu toch een kantering in. Het werkt nu al, want ze is nu al heeft heel veel verwachting ervan. Want daar gaat het toch beter mee. Ja, precies. Let maar op, gaat ook. Maar ja, soms ben ik wel een beetje angstig voor dat mensen naar aanleiding van onze podcast, waar wij heel veel dingen proberen of ontkrachten ook daadwerkelijk. Dat soms, mensen dus zeggen, hey shit, ik liep er heel hard op, maar het is eigenlijk misschien placebo. Ja. En eigenlijk willen we toch die boodschap nu meegeven, geef niks verder. Hè, laat die wetenschappers die dingen maar uitzoeken en ontkrachten. Als jij er lekker op gaat, gewoon doen natuurlijk. Ja, en dat is toch ook wel vaak een uitkomst hè, bij onze afleveringen, dat het dus dan fysiologisch of op welke wetenschappelijke methode dan ook niet aantoonbaar is dat het iets doet. Ja. En dan is de slot. Maar als jij gelooft dat het werkt, moet vooral doen. Moet je alleen niet te veel euro's alleen uitgeven. Alleen ja, we willen mensen inderdaad beschermen inderdaad tegen elke week nieuwe schoenen of met nog dikkere zolen of carbon of vermogensmeters om de zoveel tijd. Ja. Ja, toch? Ja, nou ja, om de zoveel tijd hoeft niet. Als je maar hebt die eentje die goed werkt, dan is het goed. Ja. Maar cafeïne, hè? Jullie hebben allemaal koffie. Wie heeft koffie op? Wie heeft koffie op? Vingers? Ja, bijna iedereen. En hoe smaakte die eigenlijk? Lekker. Werd er nog... Had jij de gele koffie? Oké, er werd nog wel gecheckt of welk bandje je om had? Ja. Nou ja, dat zijn gewoon vind ik wel de betere studies die gedaan zijn op dit vlak. Dat is dat ze gewoon mensen gezegd hebben, oké, cafeïne is bekend inmiddels prestatiebevorderend, hè?
En inderdaad, als je dat netjes in placebo-gecontroleerde setting doet, dan komt dat ook naar voren. Hè. Je krijgt meer kracht, je gaat sneller sprinten en je houdt het langer vol. Ja. En hebben ze in de studie inderdaad ook gedaan en gezegd, oké, we nemen 3 soorten koffies, cafeïne. We hebben de placebo, daar zit niks in. En we hebben dosering 1, dosering 2. En jullie gaan elke keer op de fiets zitten en een tijdrit van 40 kilometer. En, nou, en uiteindelijk, de resultaten waren prachtig, kwamen prachtig overeen met wat je zou denken. Ja. De placebo, nee. De laagste snelheid, deze het langste over die 40 kilometer. Dosering 1 cafeïne zat in het midden en dosering 2 waren ze uiteraard het snelste op. Maar na afloop maakten die onderzoekers dus bekend van, hey jongens, hoe zeker zijn jullie dit cafeïne? Ja, dat het klopt met die dosering. Oh, nou ja, toen werden ze een beetje natuurlijk van, ja, nee, ik heb zeker koffie. Ik ging er ook harder op. Of cafeïne gehad. Totdat ze die onderzoekers toch bekend maakten hoe het eruit zag, het hele onderzoek. En dat was eigenlijk dat ze gewoon 3 keer placebo hadden gekregen. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe mensen nu kijken en zich nu voelen van naar aanleiding van de koffie die ze gedronken hebben. Ik ken iemand die heeft het protocol dat hij 7 dagen voor de wedstrijd geen koffie drinkt. En dan in de ochtend voor de wedstrijd 4 espresso's. En dan knallen. En die schrijft daar zelf over of dit werkt, geen idee, maar het voelt best goed. En professor Van Tevelen zegt dan ook altijd, als je er maar in gelooft, is het een top manier om het te gebruiken. Hij zit daar, de man die dat schrijft, hoor Patrick. En maar het is eigenlijk dat is dus, het ook, hè? Ja, het is zeker aangetoond, maar mocht je een keer cafeïnevrije koffie hebben of noem maar op. Nou, maakt allemaal niet zoveel uit, denk ik. Als jij maar denkt dat je echt koffie in cafeïne je moet erin geloven. Ja. Guido. Uitsmijter, tip, hoe maken we dit nou praktisch? Los van dat we nu weten, het gaat om verwachtingen, het gaat om associëren, het gaat om er echt in geloven. Ja, dat laatste, hè, weet je, als je prestatie moet zetten, dan moet je sowieso dingen doen waar je vol, hè, waar je het beste bij voelt. Hè, het shirt, wat je, het pak, de schoenen, de sokken, het eten, het drinken. Al die dingen waar jij normale goede associaties bij hebt, wat maakt jou in een goede mood om te presteren, die moet je doen. Ja. Ik begin nu wel langzaam te twijfelen. Kunnen wij, jij zei aan het begin van deze bijeenkomst, wij gaan nog wel door tot 200, 300. Kunnen wij wel door? Want als wij bij deze neerleggen, ja, alles wat wij zeggen maakt niet uit. Want als je erin gelooft, moet je het gewoon doen. Dan heeft het niet meer zoveel zin om dingen te gaan ontkrachten. Hè? Ja, kijk, nee, we moeten het ook niet gaan overdrijven, denk ik. Hè? Want placebo. Als je die cafeïne-onderzoek wat ik net zei, dan gaat het om 3% maximaal, zeg maar, prestatieverbetering. Ik denk dat Guido zal zeggen, nou, met mijn trainingen kun je wel meer halen, toch? Absoluut. Ik geloof ook niet een gebroken been, dat je dat met placebo kan als iets herstellen. Kapot is, dan ga je niet denken van, nou, ik voel me nog goed genoeg, ik kan er wel mee door. Ja. Dus het zit een beetje rond die paar procent. Ja. Marginal gains zijn natuurlijk bekend. En voor de ene is dat hij op zijn eigen matras slaapt misschien. De andere dat hij zijn rode schoenen aan heeft. Ja. En voor een derde dat hij een groen bandje om heeft. Ik bedoel, maar het is de paar procenten. Ja. Maar je kunt natuurlijk het ook... Maak je zin af. Oké, je kunt ook als je de volgende wedstrijd in het startvak staat, natuurlijk daarvan gebruik van maken. Maar dan andersom doen. Van als je naast iemand staat van... Zo, heb je slecht geslapen vandaag? Zie je er slecht uit, man? Ja. Oh nee toch? Succes, hè? Ja. Ga jij op die schoenen weg? Oh nee toch? Nee. Ja. Maar dat helpt ook, want dan denkt iemand kak. Zie ik er zo slecht uit? Kijk, dit zijn de praktische wedstrijdbevorderende tips. Mooi. Ja. Een vraag vooraan. Stel jezelf even voor. Ja, ik ben Bart van der Wal. Ik heb inderdaad ook wel eens tegen iemand gezegd, ga jij op die fiets starten? Ja. Ja. En heb je toen gewonnen van? Kijk. Nee. Het heeft iemand alleen maar feller gemaakt. Ik lachte daarna te hard, maar... Ja, precies. Maar ik vroeg me inderdaad af, kun je placebos ook stapelen? Is daar ook onderzoek naar gedaan? Nee. Dat je hebt van je pak 3% een placebo. Nee, dat is wel interessant. We hebben volgens mij aflevering 2 al over herstel eigenlijk. Hè? Ja. Dat dan, en dan kwamen ze uit dat verschillende herstelmethoden, van hele dure pyjama's tot massages. Die leveren allemaal ongeveer 2-3%, maar ja, niet te onderscheiden eigenlijk van placebo effect.
Maar combineer je die dingen? Nee, dan ga je niet naar 5 of 6. Dus daar zit een beetje de grens. Maar ik geloof wel dat afhankelijk een beetje van de persoon... Ja, dat iemand misschien wel 5-6% kan halen. Dus, maar gemiddeld genomen, nee. Ja. En ik hoor dus ook hier vandaag het risico... als je te veel bijgeloofrituelen en placebo's hebt... dat zijn ook allemaal kansen op dingen die mis kunnen gaan. Ja. Hè? Want je hebt je schoenen even niet bij... of je verkeerde sokken of je geluksonderbroek niet. En voor je het weet heb je dan het nocebo-effect. Dus het is ook weer een risico wat je introduceert. Nou, dat nocebo hebben we niet zoveel nog over gehad. Jij stuurde het door van Abdi Nagey, hè? Ja. Die natuurlijk in Rotterdam eindelijk echt... nou ja, liet zien van hoe goed hij echt is. Ja. Dat had hij eerder in New York willen doen, vorig jaar. Maar kwam weer die hamstringblessure van hem op. Ja. Dus hij werd toen vijfde, geloof ik. Hij baalde zijn tierenlier goed voorbereid. Maar ja, weer die verdomde hamstring waar hij geen controle over had. Nou, hij strompelend eigenlijk naar het hotel. Dat beschrijft hij daar. En dan zegt hij, nou, hij ging onder de warme douche. En hij ging eens voelen. Hij denkt, hey, ik voel eigenlijk niks. En toen ineens viel het kwartje bij hem. Ja, het was gewoon pure angst dat ik last van mijn hamstring ging krijgen. Ja. En dat maakte dat hij dat ook voelde. Ja. En ja. Dus hij heeft toen, hij heeft wel uiteindelijk hulp van de sportpsycholoog zelf ook gezocht daarin. Maar hij zei, ja, dit was gewoon eigenlijk een soort nocebo bij hem. Ja. Die associatie die misschien in het verleden echt vaak wel is geweest. Dat hij op een gegeven moment wel wat voelde. Maar op een gegeven moment, ja. Zelf ken ik dat ook. Hè. Sinds ik meer last van blessures, et cetera, heb. Vroeger was hij, ach, nou, het zal wel, hoort erbij. En dan ga je doorheen of dat herstelt wel. Is het tegenwoordig veel vaker dat je halverwege al denkt, wat voel ik nu? Is dat goed of slecht? Of veel meer bewust. En dat loopt minder lekker. En ik kijk ook naar Mariska. Volgens mij beschreef jij dat ook heel netjes in jouw boek. Dat Mariska van Sprundel heeft het over. Hè? Zit hier ook in de zaal. Aflevering, even weer spieken. Mariska, weet jij het al uit je hoofd? 80, ja. En daar wil ik eigenlijk ook wel een beetje van af. Van dat je het is goed om naar je lichaam te luisteren, leren we altijd. Hè? En natuurlijk, maar je kan daar ook in doorslaan. Nou. Dus bij elk... Ja, sommige mensen staan niet zo in contact met hun lichaam. Die voelen wel van alles, maar wat is dat? Ja. Mooi haakje om er even in deze uitzending te brengen. Jacomina Eikelboom, gisteren gefinished op haar ultra triathlon dwars door Amerika. Daar maakten wij in aflevering 5 met haar al een verhaal over. Dat is ruim 2 jaar geleden, maar ze heeft het de afgelopen 2 weken gedaan. Durf de afstanden niet eens uit mijn hoofd te noemen, maar hij staat op onze Instagram stories. Maar zij vertelde dat ook wel. Hè. Wij vroegen dat toen ook. Ja, maar... En ze zei, ja, maar kijk, blaren krijg ik toch. En pijntjes krijg ik toch. Maar het gaat erom hoe ik er vervolgens over nadenk. En ik kan me wel een moment herinneren in mijn Rotterdam Marathon ook. Dat ik inderdaad bij de Kuip al een pijntje in mijn knie voelde. En dat ik dacht, nou ja, laat dat pijntje maar zijn. En het wordt wel warm en het gaat wel weg. En dat blijkt dan ook zo te zijn. Ik kan natuurlijk ook inderdaad in de paniekmodus schieten. En denken, oh jee, ik ga kapot. En dan zal dat ongetwijfeld ook gebeuren. Maar dat kwam ook wel in me op. Jij... Van tevoren voor jou succesvolle Rotterdam Marathon, zullen we zeggen. Hè? Ja. Dan zat je toch wel, ja, ben toch benieuwd. Ik heb te weinig boven de 30 getraind. Had ik meer willen doen. Ja. Hoe ik dan na die laatste 7 kilometer doorkom. Ja. En daarbij gerelateerd van het pacingplan, hoorde je pas 2 dagen van tevoren. En dat was best wel ambitieus. Zeker. En we weten van pacing is ook het soort verwachting continu. Hè? Ja. Jouw lichaam weet uit alle ervaringen... van dit kan je aan, dit tempo. Ja. En eigenlijk loop jij dan ook volgens die verwachtingen, toch? Ja. Alleen in dit geval werd de verwachting volgens mij door coach Vroemer gecreëerd... die best wel een stuk hoger lag dan jouw eigen verwachting. Dat klopt. Wat deed dat met jou? Wat is je vraag? Ja. Wat deed dat met mij? Nou, volgens mij hebben we die dynamiek ook wel in die aflevering over Rotterdam beschreven... dat ik inderdaad als hoofddoel had dat ik de marathon wilde temmen... dus dat ik niet helemaal stuk wilde gaan... En ik geloof zelf dat ik fysiologisch onder de 3:30 zou kunnen. En toen hij dat begon op te stretchen naar 3:20 of misschien wel eronder, daar raakte ik het geloof in kwijt. Maar ik moet zeggen, als coach deed je dat ook wel netjes. Hè? Nou, doe je dat toch niet? Doe je toch gewoon lekker tussen de 3:20 en de 3:30? Ja, en uiteindelijk weten we, het werd 3:18, omdat de coach wel wist dat het fysiologisch kon. Maar ik moest het nog even geloven. Maar dan kijk ik ook naar de coach... Jij kende Gerrit inmiddels een beetje. Kijk jij een beetje naar jouw atleten, de persoonlijkheid inderdaad van hoe jij dit aanpakt? Ja. Je hebt heel veel verschillende type personen. Nou, dan zie ik niet elke atleet elke week in de ogen. Bij de koffie? Nee, die kijk ik niet recht in de ogen. Maar ik heb wel heel veel contact met ze via allerlei media.
En dan weet ik ondertussen best wel van hoe je, nou ja, dat je de ene wat directer moet aanpakken, omdat die twijfelt en die wil gewoon bevestiging en ik wil, je gaat gewoon dit doen, want dat is het beste. En de ander kun je wat meer in onderhandelen, hè? Ja. Weet je, wat is jou, wat vind je zelf prettig om nu te doen en wat is je eigen voorstel? Hè, die wil daar zelf ook een beetje regie in houden. En dat werkt eigenlijk, van mijn kant werkt dat heel goed. Ja. En dan zie je dat iedereen daar zelf ook, daar krijgen ze het beste gevoel bij. Ja. Hè, ja. Dus als ik, of ik moet stuur overnemen en we gaan dit, zus en zo doen. Of nee, we gaan samen een beetje, we zullen het onderhandelen. We gaan het op die manier doen, een beetje wat jij zegt, een beetje wat ik zeg. En gaan we dan op die manier instreken. Hey, ja, vraag. Heel goed. De microfoon ligt hiervoor. Ja, mag naar achter. Yes. Ja, het is, sorry, ik ben Pim French. Hoi. Jurgen is heel mooi begonnen met Titus Brandsma. En dat wou ik toch nog eventjes neerzetten. Want dat is het idee dat je met een placebo een kanker zou kunnen genezen. Dat zou ik wel weg willen halen. Ja, dat probeerde ik ook te doen, hè, toen ik dat even dacht. Je kan wel heel veel, heel goed beter worden daarmee. En dat werkt fantastisch. Maar dit is dan toch een uitzondering waarvan ik denk, dat is niet helemaal een placebo-effect. Ja. Nee, eens. Goed dat je dat zegt. Ja, ik noem de quote van Guido aanhalen. Associatie volgens mij, maar het is inderdaad, die link is gewoon niet direct te leggen. En dat wordt natuurlijk door het Vaticaan nu wel gesuggereerd. Ja, maar, we horen Guido hier in de uitzending ook al zeggen, wat echt kapot is, kan je niet recht denken. Hè? Dus, ik zat nog wel als laatste. Want weet je het zeker? Want je voelt dat ik wil afronden, maar dat voel je niet. Weet je waar ik eigenlijk gewoon niet goed van word? Als mensen natuurlijk zeggen, oh, ga jij de marathon lopen? Of ga jij de triathlon? Oeh, dat gaat pijn doen hoor. Oeh, dat wordt afzien. Pas op. Dat is toch niet handig? Nee. Dus waarom doen we dat dan met z'n allen? Vandaag of gisteren hadden we de aflevering de rol van je partner. Want nu dus je ga hebt hier je, een tip voor partners. Nu ga je een verwachting creëren van, oh, dat gaat pijn doen. Ja, dan gaat het zeker pijn doen, toch? Ja, ja. Of kijken jullie daar anders naar? Nou ja, het feit dat je hele omgeving denkt dat het een heftige prestatie is, maakt hem ook wel iets bijzonderder natuurlijk, hè? Zou me denken, ach joh, je gaat even 3 uur door Rotterdam rennen. Doe je best. Ja, ja. Wat wil je liever van nou, 2 vingers in de neus of dat gaat bij mij? Nee, maar dit is dus een laatste tip die jij zegt aan de mensen om atleten heen. Ga niet te veel de hele tijd benadrukken hoe ontzettend zwaar en heftig het wordt. Ja, Jan? Mooi voorbeeld daarvan is Egmond, hè? Egmond halve. Mensen halve marathon van Egmond bedoel je? Ja. Heel veel mensen hebben daar gewoon een PR staan. Ja. Maar het is ook heel hip om daarna te zeggen dat het zo in enorm. Want dat is na afloop doet het wel fijn aan het heroïsche plaatje dat je iets fantastisch gedaan hebt. Toch? Zullen we dat dan niet kapot maken in deze podcast? De zwaarste altijd, hè? De zwaarste marathon. Dat is wel de Zeeuwse Kustmarathon, wie kent hem niet? Dat was de zwaarste, dan, toch? Nou ja, dan kom je ergens aan en dan zeg je, ja, maar dit is de zwaarste. Ja. Ah, ja. Maar dat geeft al een gevoel van, dit wordt zwaar, hè? Want als we de eerste helft gehad hebben, dan begint het pas. Precies. Dan gaan we het strand op en dan moeten we gaan buffelen. Ja, maar dat hebben we toch ook gehad over de Marathon Rotterdam. Dat is met dat bos toch ook. Dat hele Kralingse bos heeft iedereen in zijn hoofd dat het daar, dat je die daar man, hè, daar staat hij. Nou, hij staat er in met die hamer. Is precies. Gewoon een stuk vlak asfalt, hoor. Ja, precies. Kun je lekker doorlopen, een beetje beschut uit de wind. Anyway, ik kijk op de klok. Volgens mij hebben we een aantal mooie tips verzameld. Nou, nog heel snel, maar dan gaan we nog boeien. Blijf lekker luisteren. Ik hoop dat je nog een ritje in de auto hebt. Gooi de microfoon even die kant op. Dan is het ook te verstaan voor onze luisteraars in opname. Yes. Mannen, we staan hier aan het eind van de 100ste aflevering. Ja? Ik vind het een enorme prestatie. Ik weet nog wel dat jullie begonnen met, in het begin was het een beetje zoeken, een beetje aftasten. Gaandeweg kwamen jullie in een steeds betere flow. En ik vind het super knap. Ik vind het ook heel leuk dat jullie dit feest samen met ons allemaal hier willen vieren. Wie krijgt dat voor elkaar? Leersum, uitverkocht huis. Dat is al een prestatie op zich. Alle onderwerpen komen aan bod. Het kan niet gek genoeg zijn. Zweedse gelletjes, Brazilian wax. Het komt allemaal voorbij. Super knap. Ik had eigenlijk champagne koud gezet. Maar goed, de burgemeester gaf geen toestemming in verband met problemen met de veiligheid. Ogen, hè? Dus dat kon niet, dat kon helaas niet doorgaan. Maar ik heb wel een flesje placebo voor jullie meegenomen. Nou, je weet, Gerrit, meteen wie de leukste bij ons thuis is. Nou, dat blijkt wel, hè? Ja, mooi. Okay. Mooi, dankjewel, Manuel van Tevelen. Ik zal even
Dankjewel, dankjewel. Ik zal ondertussen voor onze luisteraars beschrijven wat we nu krijgen. Een mooie feestverpakking dankjewel. Met een mooie wijnfles met een 100ste Slimmer Presteren podcast etiket. Ja. Succes met de volgende 100. Nou, dankjewel. Super attent. Super leuk. En nou, ook dank naar jullie allemaal. We gaan door, Jurgen. Want de eerste drie staan al klaar. Volgende week vind je in je podcastspeler Tim Takke. En daar gaan we de vraag van Ed Blokbrand behandelen onder andere. Hoe moet je trainen met jeugd? En kun je daar alles toepassen wat wij toepassen? We gaan de zin en onzin van rekken en strekken bekijken de week daarna. En we gaan weer een mooie wetenschapper interviewen, Bas van Horen. Dus kortom, er komt een hoop aan. En als je ons nou vaker in levende lijven wilt treffen, zeg ik tegen de mensen hier in Leersum, maar natuurlijk ook tegen onze luisteraars, pak je agenda er maar bij, want er zijn een paar leuke data waar je ons kan treffen. Allereerst natuurlijk 11 juni bij de Heuvelrug Kwart Triathlon rondom het Henschotenmeer. Daar zijn in ieder geval Jurgen en ik en misschien moeten we jou daar ook bij trekken, Guido. Zelf train ik nu met jou toe naar 15 juni, de teamcompetitieswedstrijden triathlon in Zeewolde ben ik. En, nieuwe traditie, Remco, we komen weer naar Renkum natuurlijk voor de Renkum Cross Triathlon op 28 augustus is dat. En dan in september hebben we de Keistad Triathlon in Amersfoort. Gaan we allebei starten, hebben we een mooie kennissessie gedaan. Op 18 september is de Dam tot Damloop en ik kreeg toevallig van de week het mailtje. Ik mag weer aan de start staan speakeren, dus iedereen die daar gaat starten, zal ik daar wegstarten. En 25 september City per City, hè? Ook in Den Haag, sta ik ook ingeschreven. Kortom, een hele hoop mooie doelen om samen naartoe te trainen. Ik hoop daar veel van jullie en als je nu luistert, luisteraars te treffen. Dan gaan we langzaam afronden. We hebben natuurlijk een riedel over hoe je ons kan bereiken. @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Vind je van iedere aflevering een post. Hè? En die kan je dan retweeten of die kan je hartjes geven. En doorsturen naar je vrienden. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Kan je op reageren of het linkje rond WhatsAppen. En je kan ons ook mailen via, Jurgen, weet je het inmiddels? post@slimmerpodcast.nl. Ja, heel goed. Nou, dat komt er de komende 100 afleveringen nog wel een keer in. Dank mannen voor deze mooie reis. Guido, Jurgen, voor dit avontuur samen. Dank aan alle luisteraars. Oh. Dank aan het live publiek hier in Leersum. Nog een keer groot applaus voor jou. En natuurlijk aan onze vaste sponsoren inmiddels. Blackroll, Patrick en Tess, dankjewel. Zo Schoon, Bert, veel plezier bij de Libellenweek. En ook Bastiaan, Shimano, Koerspret, KZB. Dat is wel, dat ligt nog op de trappen. Die hadden geen 50 boeken, maar als je het leuk vindt, dan liggen daar boeken over van Maarten van der Weijden en zijn prestatie. Er zijn er 17, dus neem er vooral mee als je dat leuk vindt. En tot slot, de man achter de schermen. De trouwe luisteraars horen wel eens de naam Sander vallen. Daar zit hij hoor, achter in de zaal. Sander Hoksbergen. Dankjewel. Ja. En Jochem, die hoort jullie applaus in opname als hij dit gaat editen. En vandaag zijn namens Live Online Events hier ook Maria Smeets, Femke Vrij en Helmy van Doorn. Dankjewel voor alle hulp. En dan zijn we bij het feestje. Ja. Wij gaan hier nog even door. We gaan quizzen. Pak je telefoon er vast bij. Alle luisteraars, ik zal de quiz als bonusaflevering publiceren als je door wil luisteren. Daarna gaan we lekker lunchen en sporten hier in Leersum. Maar dit is officieel het einde van de 100ste aflevering. Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.